Ja, kort hoor. Ik heb er zelf natuurlijk in mijn inbreng ook iets over gezegd, alleen aan de andere kant van het verhaal. Is de heer Van Baalen bewust dat een enorm hoog percentage van de Palestijnen in Gaza die genocidale, beestachtige aanslag van 7 oktober op onschuldige Israëlische burgers, dat die een overgrote meerderheid die dat steunt? En dan kan je dus deduceren dat als mensen uit Gaza hier naartoe willen komen, dat een overgrote merendeel van die mensen die aanslagen steunen, vindt de heer Van Baalen die mensen dan een verrijking voor onze samenleving? De heer Van Baalen. Ja, voorzitter, de heer Markusover neemt het woord genocidaal in de mond. De staat Israël is aangeklaagd op grond van het genocideverdrag. En dat is schokkend, voorzitter. Wat er op dit moment in Gaza plaatsvindt, dat heeft er alle schijn van dat dat genocidaal is. En de heer Markusover gaat mee in de hitserige en genocidale retoriek waarbij hij het hele Palestijnse volk collectief verdacht maakt. Dat is wat hij doet. Hij stelt het zijn van Palestijn, het wonen in Gaza, 1-op-1 gelijk met terreurdraging. Voorzitter, dat is smerig, dat is vals, dat is ophitserij, dat is mensen ontmenselijken. En ik vind dat dat keihard bestreden dient te worden. Palestijnen, of u het nou wilt of niet, meneer Markusover, dat zijn mensen. Wen daaraan. Ik begrijp dat dit debat brengt altijd veel emotie met zich mee en ook een heftige tegenstelling. Dat snap ik, er mag veel gezegd worden. Ik geef u het woord. Ik vraag u wel beide om te beperken tot het onderwerp van dit debat van vandaag over het asiel- en vreemdelingenbeleid. Ja. Meneer Markusover, voor een vervolg. Allemaal retoriek. Mijn enige vraag is of de heer Van Baalen vindt dat Palestijnen die aanslagen op van 7 oktober hebben gesteund, of hij vindt dat als die hier naartoe willen komen en asiel willen vragen, dat een verrijking is voor onze samenleving. Dat was mijn vraag. De heer Van Baalen. Voorzitter, dat was niet de vraag van de heer Markusover, want de heer Markusover stelde Palestijnen per definitie gelijk daaraan. Dat is wel wat hij deed met de vraag die hij stelde. En ik zeg tegen de heer Markusover, waar mensen ook vandaan komen, als het gaat om mensen die misdaden hebben gepleegd, als het gaat om mensen die geweld willen plegen, waar mensen ook vandaan komen, natuurlijk, daar gaat het niet om. Maar waar de heer Markusover een enorme, kwalijke bijdrage levert om mensen 1-op-1 gelijk te stellen aan een terreurdraging, daar neem ik echt in alle woorden afstand van. Goed.